VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van VVV-TV. We beginnen deze aflevering met Rick Kruis, die na een vrij weekend vooruitblikt op de wedstrijd tegen NAC Breda van aankomende vrijdag. Een lange voorbereiding op NAC Breda, hoe kijk je daar naar toe? NAC is een goede ploeg. NAC heeft natuurlijk de vorige periode het ook heel goed gedaan. Ja, wij willen de plek waar we staan, die willen we behouden. Dus er is ons alles aan gelegen om te winnen. Is iedereen fit voor komende vrijdag? Nee, Tristan Dekker zal er niet bij zijn. Tijmen van je niet en Mitchell Verhooy is vraag ik. Als je naar de lange termijn kijkt, dan krijg je een paar ploegen in de subtop van de keukenkampioendivisie. Moeilijke weken om die play-off positie goed vast te houden. Weet je, ik zeg vaker, elke wedstrijd is heel moeilijk. En we kijken gewoon wedstrijd voor wedstrijd. NAC is de eerste, daar gaan we een plan van maken. En daarin hebben we de steun van onze fans weer nodig. Ja, en hopen op goed resultaat. Is dat dan nog iets waar je naar Roda terugkijkt van, ai, dat is het weer net niet thuis? Of hoe kijk je daar tegen? Niet, net niet, want Roda is natuurlijk ook geen verkeerde ploeg. En ik denk als de één ploeg aanspraak maakte op de overwinning, dan waren wij het. Nou, dat is niet gebeurd, ook omdat we de echte topvorm niet hadden. Aan de andere kant hebben we het gewoon de afgelopen tijd goed gedaan. En moeten we dat vasthouden. Sven Braken is na zijn blessure weer helemaal terug bij VVV. Hij speelde voor het eerst sinds zijn afwezigheid weer de volle 90 minuten tegen Roda JC. Tijd om met onze aanvoerder in gesprek te gaan. Sven, we zijn begonnen aan de laatste periode. Hoe staan we ervoor? Ja, ik denk goed. Hè. Ik denk nagenoeg een fitte selectie. Ook wel jongens die terugkomen van een blessure. Toevallig Tijmen van Heij vandaag weer volledig meegetraind. Dus ik denk heel goed. En als je kijkt naar de komende weken, het zijn lastige weken die op het programma staan, lastige wedstrijden. Tegen subtoppers, NAC, Willem II, FC Eindhoven. Ja, het zijn alleen maar mooie wedstrijden natuurlijk. Wij staan ook niet voor niks waar we nu staan. Ik denk dat met ons in het begin van het seizoen eigenlijk niemand rekening had gehouden. En dat hebben we zelf eigenlijk afgedwongen dat gewoon mooie affiches zijn nu. En we moeten gewoon laten zien... Dat we klaar zijn voor die play-offs, want daar kom je zo'n ploeg ook tegen. Tegen Roda maakte je eerste 90 minuten na blessure leed. Ja. Hoe voelde dat? Ja, natuurlijk fijn om weer 90 minuten te spelen. Maar nog niet op het niveau waar ik eigenlijk voor mijn blessure was. Ik denk dat dat ook wel logisch is. Maar ik moet gewoon iedere wedstrijd dat weer aantikken. En hopelijk dat ik het zo lang mogelijk dan kan volhouden in de wedstrijd. Ja. En nu samen met Nick Venema... In de aanval, hoe bevalt dat? Nee, goed. Kijk, dat is eigenlijk al een beetje een soort van discussiepunt sinds vorig seizoen. Vorig seizoen in de winter kwam Nick daarbij. Nou, toen was eigenlijk wel vrij snel duidelijk dat Nick gewoon de voorkeur kreeg onder Jos Luokai. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, en volgens mij Nick zelf ook, dat we ook samen kunnen spelen. En dat hebben we ook al wedstrijden laten zien. En ook natuurlijk wedstrijden dat het wat minder ging. Maar ik denk als je ons... gewoon samen kunt laten spelen. We zijn denk ik beide gevaarlijk voor de goal. En we hebben denk ik allebei een goed moyenne. Dus ik speel graag met hem, laat ik het zo zeggen. Komende weken, de laatste periode is bezig, volop richting de play-offs. Hoe denk jij dat de kans is van VVV richting de play-offs? Nou ja, wat ik in het begin al een beetje... aangaf is dat in het begin niemand over ons sprak. Hè. Ook natuurlijk door vorig seizoen. Maar ik denk dat wij gewoon dit seizoen een stijgende lijn hebben ingezet. Die elk zo is begonnen en steeds werd het elk beter. En ik hoop dat we die lijn gewoon zo kunnen doortrekken. En dat we gewoon in de play-offs laten zien waarom we daar ook staan. En ook dat vertoonde spel, dat we dat ook eens thuis kunnen laten zien. En, ik verwacht gewoon mooie wedstrijden. Hè, sowieso in de play-offs altijd mooie wedstrijden. En eigenlijk het hele seizoen hier thuis mogen wij niet klagen met het supportersaantal die er iedere wedstrijd zijn. Dus dat zal in de play-offs niet anders zijn, hoop ik. Ik vind ook dat je nu, je hoeft niet meer te bescheiden te zijn. Hè. Je staat gewoon gedeeld derde.
Dus het zou ook raar zijn als ik nu ineens geen vertrouwen erin had, dat we dat niet gingen halen. Ik vind ook, als je dat nu niet meer haalt, ja, dan hoor je dat en niet thuis. Maar dan heb je ook echt een belabberde laatste seizoenshelft gedraaid. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we die play-offs halen. Maar ik heb er alle vertrouwen in, laat ik het zo zeggen. Je hebt natuurlijk al Eredivisie ervaring. Een aantal wedstrijden bij FC Emmen. Ja. Klaar ook voor de Eredivisie met VVV? Ja, nee, zeker. Kijk, ik hoop gewoon dat we deze club weer kunnen brengen waar ze eigenlijk thuis horen. Hè. Een aantal jaren goed meegedaan in de Eredivisie. En het is jammer dat ze na eigenlijk één slecht jaar meteen eruit zijn gevlogen. Hopelijk kunnen we dat dit seizoen al terugdraaien. Je komt terug van blessureleed. Je zult enorm hongerig zijn voor de laatste wedstrijden. Hoe kijk je daarop? Zeker. Ik heb er enorm veel zin in weer. Je begon net al over die 90 minuten. Nou ja, die heb ik nu in de benen. En nu wil ik gewoon die vorm wat ik eigenlijk voor die blessure had weer terugvinden. En hopelijk zo snel mogelijk. En ik ben gewoon enorm bezig met belangrijk zijn voor de ploeg. Hè. En niet alleen door goals, maar ook door gewoon een aanspeelpunt te zijn in de voorste linie. En de boel daar op te jagen. Dus dat wil ik gewoon zijn. Gewoon belangrijk voor de ploeg. En er wordt natuurlijk toch altijd bij een spits gekeken naar een aantal goals. En ik sta nu inmiddels op 10 competitiegoals. Nou ja, daar mogen van mij praat nog wel een paar bij. Ja. Maar heeft Nick er dan eentje meer of niet? Hoe zit dat nou? Nou ja, dat is natuurlijk een discussiepuntje. Hè? Want op een aantal sites heeft hij hem wel gekregen. Op een aantal sites heeft Kees hem gekregen. Ja. Goed, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar het is geen strijd in het kliklokaal bij VV Venlo wie nou de clubtopscorer is op dit moment. Natuurlijk is daar een strijd, maar dat is wel met een lach. Dus niet dat wij, ik denk als we één op één op de keeper gaan en ik zie hem naast me lopen, dat ik hem niet zal breedleggen, laat ik het zo zeggen. Laatste vraag, Sven. Afgelopen periode had Mitchell van Rooij het mooiste doelpunt van de derde periode, als ik me niet vergis. Jij had dat vorig jaar tegen MVV, een prachtige omhaal. Ja. Er zitten nog een 8 wedstrijden in het verschiet. Ga je nog een mooi doelpunt maken? Nou ja, je begint al over die omhaal. Als ik de kans krijg, dan gooi ik die omhaal al eruit. En dat was tegen Roda trouwens ook wel bijna kassa. Wat heb jij met die omhaal dan? Waarom altijd een omhaal? Ja, het is gewoon iets van vroeger al. Ik vond het gewoon altijd mooi als een speler dat deed. Vroeger op YouTube keek ik vaak ook Van Basten met de omhaal. Dat zijn natuurlijk goals die... toen was ik nu ineens geboren, volgens mij. Maar dat zijn wel goals waar ik gewoon van geniet. En toen heb ik dat een beetje oefenen. En op een gegeven moment heb ik wel die bicycle kick te pakken. En als die kans zich voordoet, dan gooi ik hem eruit. En dat was tegen Roda weer. Dan valt die bal achter me en dan gaat dat door mijn hoofd omhaal. Dus wie weet. Zullen we het dan afspreken dat we wel hier thuis doen? Ja, dat is goed. Verdienen onze supporters denk ik wel. Ik ga mijn best doen. Als ik de kans heb, dan gooi ik hem weer eruit. We sluiten deze aflevering af met Raad het spelerspaspoort. Sven Brake en Jens Kraanmeer moeten spelers raden aan de hand van hun carrière. Kessouk Honda. Berghuis. Oh, dat is weer een buiten, man. Wacht even. Kijk. Oh, ja. Niels Fleuren, tuurlijk. Ketting. Ja, maar dit is oneerlijk, man. Wieso? Dit is onval. Ja, oké. Okay. Nee, niks. Ja. Danny Pols. Robert Klaassen. Volledige naam, toch? Robert Klaassen. Ja. Seuntjes, ja! Ralf Seuntjes. Het scheelt niet veel.
Kees de Boer. Ik zou er niet klaar maar... Brian Linsen. Leicester City. Sifa Sporting. Moussa. Hey, nice one. Los Simons dan. Ja, dat is Tine Maat. Dat is niet de ene. Poeh. Ja, ik wil het roepen, dat klopt wel niet. Doen. Doen gewoon. Ja. Ja, had ik dat niet geweten. Nee, had ik echt niet geweten. Martijn Bellen. Ja, verdicht. Ja, hè? Ja, verdicht. Ja, vond ik toch wel fijn. Ja, geef het dan, joh. Kom. Ige. Ja, maar ja. Ja, wat? Kom op. Ja. Tuurlijk weten ze dat. Ja, ja. Hey! Oh, ik weet hem. Ik kan niet zeggen, ik weet de naam niet. Ja, ik denk hem, maar ze weten hem. Zeg maar, ik weet het echt niet. Ik weet de naam niet. Nee, ik weet. Oh man, ik kan zeggen, ik ken Leemans, maar ik zou het niet weten. Ja, ja, dat is ze maar. Dat is ze. Hey! Brian Coughlin. Gefeliciteerd, jong. Dankjewel. God, wat dom. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VTV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof.